Elke vrijdag neemt in wisselende samenstelling het M-panel de week met ons door. Wat vinden zij van het nieuws van de afgelopen week? Wat viel hen op en waarvan schieten zij tegen het plafond? Alles is zo overdreven. Ik vind het te veel rommel. Ik vind het heel onweerstaanbaar. Knap waardeloos. We horen het vanavond van historicus Nadia Bourras, strafrechtadvocaat Natasja Harleken en Don Seder, Amsterdams gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, en historicus Geert en Waling. Welkom in panel, fijn dat jullie er zijn. Begin deze week kwam naar buiten dat de onderwijsinspectie een zeer negatief rapport heeft opgesteld over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het pijnpunt: de middelbare school zou zich omringen met salafistische aanjagers. Bewijs voor salafistisch onderwijs was er niet, maar de inspectie is er niet gerust op. Het roept de vraag op: moet religieus onderwijs worden ingeperkt? Grote zorgen over een islamitische middelbare school. Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil een kritisch inspectierapport over de school tegenhouden. Waar het met name om gaat, is in ieder geval dat we heel duidelijk zorgen hebben dat die school zeer antidemocratische tendensen heeft. Maar in het rapport blijkt daar niets van. Wel zegt de inspectie dat het aanbod gericht op bevordering van burgerschap voor leerlingen die thans op school zitten, beperkt is. Wat de inspectie hier heeft gedaan, is haar eigen opvattingen te presenteren alsof dat de normen zouden zijn die in de wet staan. Maar die opvattingen staan niet in de wet. Ja, we gaan erover praten met het M-panel. Don Seder, met jou te beginnen, Amsterdams gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Je bent er nauw bij betrokken. Hoe is er vanuit de raad vanuit Amsterdam op gereageerd? Nou, wij kregen een aantal maanden geleden een alarmerende brief van burgemeester Halsema, waarin dus inderdaad werd aangegeven dat het op het Van Haga Lyceum gewoon niet goed ging. Dat er banden zouden zijn met terreurorganisaties en van die orde. Nou, daar schrokken wij van. We hebben toen ook een spoeddebat gehad en echt heel veel vragen gesteld. Er zijn ook heel wat uitspraken geweest. Ook omdat op hetzelfde moment de bestuurder ook van de school op dat moment ook, hele aparte dingen zei. Die noemde bijvoorbeeld de burgemeester in de dagen erna een domme gans. Dus dat liep niet lekker. Wat je dan ziet is dat een paar weken later de inspectie zegt, daar was helemaal geen sprake van. En dan roept dat de vraag op: in hoeverre zijn wij goed geïnformeerd? In hoeverre weten we echt wat er plaatsvindt? En daarom hebben wij gisteren ook samen met een aantal oppositiepartijen ook echt gezegd, wij willen dat de waarheid boven water komt. Zijn wij goed geïnformeerd? Zijn we volledig geïnformeerd? En de belangrijkste vraag: wat gebeurt er nou echt op die school? En zijn jullie goed geïnformeerd inmiddels? Is er wat meer duidelijk? Nou, we hebben de vragen gisteren gesteld. Ik denk dat er snel een spoeddebat aankomt. Want er is aan het begin zijn een bepaalde dingen gezegd waarvan de inspectie gezegd heeft dat klopt gewoon niet. Nou, volgens mij is er gisteren een kort geding geweest. Ook daar zijn weer wat feiten naar boven gekomen dat het toch niet zo goed zou gaan als eerder gezegd. Een ander feit is, dat kwam zojuist in het nieuws, het Haga Lyceum schorst een docent die in de klas een lezing liet zien van een radicale internetprediker. De man heet Abu Hafs. En de directeur van het Haga heeft steeds ontkend dus dat leerlingen met salafistische leiders in aanraking zouden komen. Maar dat lijkt dan nu, Natasja Harleken, toch wel weer wat anders te liggen. Weet ik niet, want ik weet niet wanneer dit filmpje getoond is. Er is gehandeld. Ik ga niet zomaar af op wat er allemaal gezegd wordt. Dus ook dit filmpje en de wijze waarop dat getoond is, wie er allemaal bij waren, dat zegt mij op dit moment helemaal niets. Hoe kijk je even los van de nieuwe informatie die vanmiddag dan binnenkwam, waarvan je zegt, dat snap ik ook in jouw positie, ik wil er meer van weten. Ja. Maar in algemene zin, op de discussie die nu rondom het Haga Lyceum woedt, hoe kijk je daarna als advocaat? Ik kijk als volgt naar: er is op geen enkele wijze is er feitelijk bewijs getoond dat er banden zijn met wat voor dubieuze personen dan ook. En dat is wel de kern. Dan is het natuurlijk zo dat er wordt gehandeld op basis van aanwijzingen van de AIVD. Maar laten we dan het ook maar heel, laat ik het ook maar stellen zoals het is. De AIVD zal nooit zeggen wat nou precies de reden is geweest dat ze de gemeente hebben geïnformeerd. Wat zeggen ze dan altijd? Dat zeggen ze ook in strafzaken. In het kader van de veiligheid doen wij daar geen nadere uitlatingen over. Nou, dat is het. Dus we blijven onvolledig geïnformeerd. Dat conceptrapport heeft ook niemand gelezen. We hebben het er allemaal over. Maar niemand weet inhoudelijk waar we het nu precies over hebben. Ja. Als je het over dit type onderwijs hebt, in dit geval het islamitisch onderwijs, ben je ook met één stap bij het bijzonder onderwijs in de breedte.
het type dat in Nederland op meerdere scholen wordt geleverd. Geert en Waling, je bent historicus. Je staat daar zeer kritisch tegenover. Het bijzondere onderwijs als totaal, ja. Daar ben je niet voor. Nee, en ik denk dat dit heel erg duidelijk laat zien, het voorbeeld van het Haga Lyceum. Maar vergeet niet, dat is niet de enige school waar problemen zijn in Nederland. Je kunt je ook je vraagteken stellen bij bijvoorbeeld scholen van de Miligurus of andere organisaties waarbij je toch niet alleen direct met salafistische of misschien zelfs wat jihadistische figuren te maken hebt, maar ook gewoon met het onderwijzen van kinderen gescheiden naar mannen, jongens en meisjes gescheiden spelen op schoolplein of gymmen, dat soort thema's. Allerlei opvattingen die misschien wel binnen de religie van de islam of binnen een bepaalde uitleg van de islam mogelijk zijn, maar die je toch, waar je je kinderen toch een beetje voor wil beschermen. En je kunt best kinderen onderwijzen over de islam of over welke religie dan ook. Maar we leven ook in een seculiere samenleving, in die democratische rechtsstaat waar het altijd over gaat. En je wil ook dat die kinderen daar een kans in krijgen. Dus ook naar die kinderen toe zou ik zeggen, het is heel goed om voor hun vrijheid op te komen om niet geïndoctrineerd te worden. Nadia, ja. Bouras, je hebt zelf op wat heet een Arabische basisschool gezeten. Ja. Hoe heb je dat onderwijs ervaren? Ik ben dus een product van bijzonder onderwijs. Ja. En, Ik ook. Ja, wij allemaal. Ik heb daarna op een christelijke middelbare school gezeten, op een christelijke universiteit zelfs. Maar ik wil, voordat ik daar antwoord op geef, wil ik wel de leerlingen van het Haga Lyceum steun betuigen aan die leerlingen. Die hebben nu maandenlang gehoord dat het allemaal niet deugt op hun school. Constant hebben ze, dus het is niet alleen maar een juridische kwestie, maar ook een politieke en maatschappelijke kwestie. Ze lezen in de krant dat ze op een terroristische school zitten, dat er de meest verschrikkelijke dingen gebeuren, dat hun thuiscultuur niet aansluit op wat er in de samenleving gebeurt. Je moet het maar aanhoren de hele tijd. Hè. Het idee, daarmee creëer je ook het idee dat ze er niet bijhoren, dat hun school er niet mag zijn. En ik denk dat we dat signaal, of dat nou bewust of onbewust gebeurt, dat we dat moeten vermijden. Want bijzonder onderwijs, kijk Geert, je bent daar heel kritisch tegen, maar laten we heel eerlijk zijn, we hebben het natuurlijk over islamitisch onderwijs. Zeker. Daar gaat het vooral over. En mijn ervaring is dat zo'n school ook heel veel liefde kan geven. Dat het een warm bad kan zijn. Dat het ook geborgenheid kan geven. En dat je juist op die manier ook heel sterk in je schoenen staat. Dat je niet aan je eigen identiteit werkt, maar dat je ook het gevoel krijgt van je mag er zijn in die samenleving. Waardoor je dus ook veel makkelijker integreert in die samenleving. Maar nu zei je, laten we eerlijk zijn, we hebben het over islamitisch onderwijs. Vind je het unfair dat we het... We zijn wel heel selectief. Focussen op deze selectief vorm van onderwijs? Ik denk het wel. Ik denk dat we heel selectief zijn in onze verontwaardiging. Daarom wil ik ook niet per se lans breken voor bijzonder onderwijs. Want ik denk, het is een verworvenheid. We kunnen daar niet zomaar van af. Maar ik vind het vooral ook heel erg belangrijk dat je als samenleving een signaal geeft aan kinderen die of ouders die kiezen voor bijzonder onderwijs. Want in Nederland zijn 2/3 van de ouders die kiezen bijzonder onderwijs voor hun kinderen. In alle gradaties, in alle vormen. Of dat nu religieus is, of filosofisch, antroposofisch. Dus we kunnen dat niet zomaar stoppen. En dan hebben we nog dat maatschappelijke debat waarin moslims constant onder vergrootglas liggen. En dus ik vind het, die selectieve verontwaardiging vind ik wel... Is het selectieve verontwaardiging? Nou ja, ik denk dat we het debat over bijzonder onderwijs niet zuiver voeren. In de wetenschap dat meer dan 70% van de scholen in Nederland bijzonder onderwijs zijn. We hebben het niet over kleine minderheid. De meerderheid van alle scholen in dit land is bijzonder onderwijs. Als iemand dus roept, als ik dus hoor, wij moeten van bijzonder onderwijs af, dat zeg je eigenlijk dat meer dan de helft van alle scholen in dit land die prima functioneren, dan moeten we, dat klopt niet, dan moeten we iets mee. Ik vind dat heel onzinnig. Volgens mij hebben wij een prima onderwijsstelsel. En daar waar de problemen liggen, zijn volgens mij van andere aarde dan dat ze bijzonder zouden zijn. Ja, daarnaast is dat ook een aanklacht tegen bijvoorbeeld Montessori-scholen. Ik weet niet wat Montessori-scholen jou ooit hebben aangedaan. Ik weet het niet. Hè? Maar laten we de discussie dan wel zuiver voeren. Ik ben een groot voorstander van bijzonder onderwijs. En het heeft ermee te maken omdat het de fundamentele vraag beantwoordt van wie zijn scholen eigenlijk? Ik denk dat dat van de gemeenschap is. Ik denk dat van ouders zo zijn. En dat ouders en leerlingen het recht hebben om onderwijs dusdanig vorm te geven dat het past bij hun overtuiging. Ja. Maar als ze het over rechten gaan hebben, vind ik wel... krijgen op bepaalde vragen. En dat is waar de hele discussie natuurlijk nu over gaat. Je kan zeggen, het Haga stapt nu. En dan heb ik het toch weer even specifiek over het Haga. Want let wel hoe het met andere scholen zit. Geen flauw idee hoe het daarmee zit. Want wat ik wel heel... Weet de onderwijsinspectie dus ook niet. Hè? Dat is echt een heel groot probleem. Ja, maar
elke school in Nederland moet aan minimale kwaliteits... eisen voldoen. Ja, maar als je daar niet aan voldoet, dan mag jij gewoon geen school hebben. Dus de insinuatie dat bijzonder onderwijs, dat daar mindere kwaliteit plaatsvindt, is absoluut niet waar. Sterker nog, je gooit alles op elkaar, op één hoop. En het is volgens mij bijzonder onderwijs, onder andere ook die inderdaad het algemeen bijzonder onderwijs, het Delta-plan, de Jena-plan, noem maar op, dat soort scholen. Dat is een bepaalde pedagogische visie. Het is heel goed dat er diversiteit is wat dat betreft. Dat kun je gewoon in de wet kun je dat handhaven. Je kunt ook handhaven dat er scholen zijn met een bepaalde inslag. He? Dus dat ik wil je best tegemoetkomen dat we niet alle bijzonder onderwijs gaan afschaffen. Fijn. Maar het zou wel goed zijn, denk ik, als er in ieder geval in de wet een mogelijkheid komt dat als het nou ergens verkeerd gaat, als er echt indoctrinatie plaatsvindt, en je hebt het over rechten van ouders om kinderen te onderwijzen. Ik vind ook wel recht van kinderen om op een goede school te zitten en klaargestoomd te worden voor het burgerschap in onze maatschappij. En niet met je rug naar die maatschappij opgevoed te worden. Maar kan jij mij een bijzondere school noemen, los van Haga en de voorbeelden die je net noemde, waar het, los van islamitisch onderwijs, waar het nou echt verkeerd gaat? Dus los van islamitisch onderwijs? Nee, de voorbeelden die jij net genoemd hebt. Gaat het nou echt mis in het bijzonder onderwijs? Als we veronderstellen en weten dat meer dan 60%, 70% zelfs van alle scholen in Nederland bijzonder onderwijs zijn. Ja, gaat het nou echt mis? Er zijn heel veel protestants-christelijke en katholieke scholen natuurlijk. Die zijn over het algemeen scoren die beter. Dat komt omdat ze misschien strenger zijn. Of dat misschien de doelgroepen die hun kinderen naar die scholen sturen hun kinderen misschien strenger opvoeden. Zou ik zeggen, handhaaf dat. Schaf die scholen niet af. Maar leer daarvan en zorg dat er op openbaar onderwijs daar juist de kinderen wat dat betreft beter worden dus leer van het bijzonder bediend. Onderwijs. Ja. Maar schaf het wel af. Nee, ja, schaf het zodanig af. Vind een tussenvorm waarbij je wel voor religieuze of levensbeschouwelijke inslag ruimte laat. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar als je echt kinderen hardcore met een religieus of een ideologisch wereldbeeld wil opvoeden, dan kun je ze altijd naar weekendscholen sturen. Maar uit onderzoek blijkt juist dat met name islamitische scholen, dat die heel goed scoorden als het gaat om burgerschap. En zie je ook alweer heel veel aanmeldingen. Ik zag heel veel aanmeldingen. Ja. Ouders kiezen ervoor. Dat is trouwens wel een opmerking in het rapport van de inspectie. Hè, dat daar twijfels over bestonden. Goed burgerschap. Goed burgerschap. Ja, ja, nou ja, kijk, dat er problemen zijn op het Haga. Kijk, ik vind dat je dat moet aanpakken. Als daar inderdaad, dan moeten we antwoord krijgen op die vragen. Daar is misschien iets aan de hand. Ik ben ook niet heel erg gecharmeerd van het leiderschap van die school. Ik denk, daar moet wel iets veranderen. Ik denk misschien dat het wel te laat is. Want er is nu zoveel gebeurd. Ook in de relatie tussen de gemeente en het college en de school. Maar ook de ouders. Ik denk dat we ouders ook hierin moeten meenemen. En zeker ouders. Want dit zijn Amsterdamse kinderen. Amsterdamse ouders die heel goed weten wat zich afspeelt op zo'n school. Die ook heel goed aan kunnen geven van dit, hier zijn we het niet mee eens en dit moet veranderen. Dus ik denk dat we die ruimte ook aan ouders moeten gunnen. Met name in de relatie met de gemeente. Maar misschien maar is het gewoon zo. Is het zo vreemd, Natasja, om eigenlijk te zeggen, Oké, deze kwestie op het Haga Lyceum. En er zijn misschien nog wel meer scholen. Ook orthodox-christelijke scholen, ik noem maar wat. Waarvan je zegt, ja, misschien is deze vorm van onderwijs, dit bijzondere onderwijs, op religieuze grond gestoeld, niet meer van deze tijd. En is dat in onze maatschappij onwenselijk. En alles wat je kinderen wil bijbrengen, ja, dat is achter de voordeur of de zaterdag- of zondagschool. Zoals dat in andere landen ook gebeurt. Ja, maar misschien zou je het moeten omdraaien en zou je misschien moeten denken, in welk kader, of in welke kaders, is het wel wenselijk? En dan nog belangrijker, hoe toets je dat vervolgens? Want dat wordt nu de vraag. Er is een kort geding aangespannen. Nou, daar is niet de vraag. Die kort gedingrechter gaat niet oordelen over hoe is het met dat bijzonder onderwijs gesteld? Wat waren de toetsingscriteria? Daar gaat die rechter helemaal niet over. Die rechter gaat erover, gaan we nu dit conceptrapport, wordt dit gepubliceerd, ja of nee? Ja, dat argument is nu al totaal zinloos, want iedereen heeft het erover. Mede doordat er fragmenten uit dat conceptrapport worden gepresenteerd. Ook daarvan kan niemand toetsen of dat klopt. Heeft de school zelf gedaan trouwens, ja. Dat lees ik. Of dat klopt, weet ik niet. Wat in ieder geval wel zo is, is dat het goed zou zijn dat je zou kunnen denken, hoe zou deze school en dit onderwijs, hoe zouden we nu kunnen verbinden? In plaats van alleen maar denken, want laat het nou gewoon zeggen zoals het is, dat is een islamitische school, ver van ons bed, dat vinden we eng. Ja, ga, daar is dan. Nou, de uitnodiging ligt er voor Wilders in ieder geval, dat hij daar mag komen kijken. Maar wat is een vorm waarin je iets zou kunnen gieten in regels en afspraken, waarmee iedereen weer uit de voeten kan? Ja. Omdat dat een heldere toetsing is, ik noem maar wat.
Ja, wat we natuurlijk wel gezien hebben de afgelopen maanden is dat het aan het juridisch instrumentarium ontbreekt. Ja. We hebben de middelen in dit land gewoon niet om in te grijpen wanneer het moet. Ik denk dat het een hele harde les is, waarbij geen bevoegdheid ligt bij de gemeenteraad, maar bij de landelijke overheid, om, denk ik dan, bijzonder onderwijs vorm te geven. Dat moet je gewoon beschermen. Maar ik vind wel, creëer wel de handvaten om in te grijpen, om te kunnen kijken of het goed gaat. Ik vind dat heel logisch. En dat moet je dan ook regelen. Ik denk dat bijzonder onderwijs op een aantal scholen na, dat daar niet heel veel mis mee is. Ik denk niet dat we nu meteen heilige huisjes letterlijk en figuurlijk moeten wegdoen. Ik denk dat het meer ontbreekt aan ons beeld van bijzonder onderwijs. We hebben vaak een heel negatief beeld van wat bijzonder onderwijs is. En ik denk dat dat heel star is, die beeldvorming die bestaat rond bijzonder onderwijs. Ik denk dat we daar meer over moeten nadenken. Wat verstaan we eronder en wat is het echt? Hè? Dus er gaat een enorm gat tussen perceptie en werkelijkheid en wat zich echt afspeelt op bijzondere scholen. Want uit onderzoek, prachtig onderzoek van iemand die in Leiden gepromoveerd is op islamitisch onderwijs in Nederland, daaruit blijkt dat er niet één type school is. Er zijn heel veel variaties binnen islamitisch onderwijs. En dat de meeste scholen wel een open houding hebben naar de samenleving toe en juist op die manier dus ook bijdragen aan een succesvolle integratie van hun leerlingen. Tot slot, Natasja Harleken, je zou dus ergens juridisch een middel moeten gaan zoeken. Juist. En dat zou vanuit de overheid moeten worden georganiseerd. Ja. En vanaf 2017 heeft de onderwijsinspectie ook een ruimer toetsingskader. En op welk vlak? Bijvoorbeeld onder meer als het gaat over de veiligheid. Nou, dat is waar het nu om gaat. Dus je zal zien, misschien is die hele wetgeving niet nodig. Er zal sprake zijn van precedentenwerking. Dus als een rechter in een bodemprocedure, dat is dus een procedure die ten grondslag kan liggen aan een kort gedingprocedure, als de rechter daar een uitspraak doet over, nou, hoe ver mag die onderwijsinspectie dat dan ook toetsen, dan is iedereen daarmee geholpen. Niet alleen die islamitische school, maar ook die protestantse christelijke school in het Westland waar ik zat, en alle andere scholen. Niet inperken, het is een grondrecht, al vanaf 1800 nog wat, alsjeblieft. Dankjewel.